Zeppelin. A deze fluister, deze fluister, deze fluister op deze fluister, deze fluister op deze. Van me, joepie, da! Hoppie! Oh, zeg, en wat hebben jullie allemaal tekeningen gemaakt, rakkers? Ja. Oh, wat een mooi. Nou hebben jullie zoveel tekeningen gemaakt. En ik weet niet waar ik ze in moet doen. Nooit is er iets om de tekeningen in te doen. Dan! Weet je wat ik doe? Ik doe de tekeningen hier in, rakkers. Zo, tekeningen alstublieft. Tekeningen alstublieft. Ja, gooi ze maar in de mand. Ik dank u vriendelijk. Ik dank u vriendelijk. Ja, doet u hem dan wat. Oh, rakkers. Kijk eens, rakkers. Oh, zo ziet ome Willem er van binnen ongeveer uit. Nou, rakkers, wat gezellig allemaal. Tekeningen. Harry Motor. Dag, oom en Willem, oom. Dag, Harry Manning. Dag, oom Willem. Dag, Frankie Noja. Dag, zo, rakkers. We gaan er maar weer eens even een lekker potje van maken met elkaar, hè? Ja, goed zo. Geef elkaar maar even een klein. En dan nu? Aan het werk. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens even allemaal, zijn er hier ook meisjes in de zaal? Ah, gezellig meiden. Ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook alle jongens hier? Grote, sterke jongens! Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Wou dat ik een ijsje had. IJs met slagroom, lusten jullie dat? Ah, zalig. Snap het al, daar smul je van. Lust jij ook wel bloemkool dan? Met een papje, met een papje, met een papje. Oh ja! Bloemkool met een papje is wel lekker, maar rakkers, weten jullie wat ik het lekkerste vind van de hele wereld? Weten jullie wat er vanmorgen dampend op mijn ontbijtbordje stond, helemaal vers gedraaid en de rook die kwam er nog vanaf met erbovenop zo'n puntje. Je moeder noemt dat een vlag en die valt dan zo, pjoep, om, oh, zalig. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een broodje aan poep? Hé, waarom? Dat vinden de kinderen vies. Een broodje poep vinden ze vies. Is een broodje poep vies, Harry? Ja. Mag ik niet zeggen een broodje poep, Harry? Nee, geen broodje poep. Voor je oma Willem, rappapa. Rappa, rappa, rappa. Stomme ome Willem, altijd met dat broodje poep. Nou. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis? Staat er op die tafel dan een stofzuiger die praten kan? Dat bestaat niet. Dat bestaat niet, ome Willem. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Kan een stofzuiger niet praten, rakkers? Nee, nee, nee.
Rakkers, is oma Willem gek, ja of nee? Ja! Voel je oma Willem rapa, 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 rapa? Stomme, stomme, stomme oma Willem. Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer genoeg vandaag. Ome Willem, stop ermee. Knip, knap, knikkelbunko. Zal ik u eens wat zeggen? Ik vind het hier een gigantische grote troep. Moet je nou toch eens kijken allemaal. Iedereen laat alles maar hier achter zijn kont aanslingeren. En wie moet het weer opruimen? Ome Willem. Ja, dat denken ze altijd, zal die oude gek wel weer doen, hè? Ja, 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 ik vind het mooi. Oh. En wat nou hier? Is dit soms van jullie? Niet van mij, ome Willem. En jij, Harry? Dat is een bal. Dat is een bal. Een bal. Zo, zo, nou, nou, knap, knap, zeg. En dat ziet hij zomaar in één keer. Hé, hey, rakkers, weten jullie wat dit is? Een bal! Een bal, oh, een bal, wat knap. Het is niet waar. Is dit een bal, Harry? Ja, ome Willem, dat is een bal. Ja, ome Willem, dat is een bal. Maar het gaat er toch om, van wie is die bal, Harry? Van August natuurlijk, het staat er toch ja, op. Ja, natuurlijk. Hoezo, natuurlijk van August? Dat staat er toch op, dat kunt u lezen dan. U kunt toch wel lezen? Ma. A-U-G-U-S-T. A-U-G-U-S-T. Ja. Van August. August! Kan je? Ja, roepen jullie dan wel ook even? Ik hoef toch niet alles alleen te doen? August! Altijd datzelfde gedoe. Laat alles maar achter zo'n kont aanslingeren. Hier, die troep. Moet je eens kijken. Moet je... Oh, 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 oh. Hier, hier, hier. Voor de aardigheid. Harry Bannink. Nou, stof. Dat valt toch best mee, ome Willem. Dat valt toch best mee, ome Willem, zegt hij. Nou, hier. Moet je eens... Lachen, hè? Nou. Ook nog een beetje lachen, hè? Ja, ja. Nou, ik denk dat het tijd wordt, Harry Bannink, dat jij, als de wiede weer gaat, een stofdoek pakt, hè? Oom Willem, luister eens. Ik ben geen werkster hier. Wij zijn alleen maar aangenomen voor de muziek. Ben ik werkster, Harry Bannink? Zie ik eruit als een werkster? Nou, als u haar even anders zou doen en een schortje voor... Sympathieke vrouw? Sympathieke vrouw, ja, 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 ja. Yes. Oom Willem, even serieus, hè. Kijk, het doet er niet toe hoe je het doet, als je het maar doet, hè. Als je maar zorgt dat wij hier kunnen werken in een schone omgeving, want dit is geen manier. Dit is gewoon vies. En we klagen er al maanden over en het helpt helemaal niets. Of moeten we soms gaan staken? Nee, 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 nee. Nee, joh, Harry Moten. Nee, dat is toevallig geitenbreiers. Ik was net van plan om grote schoonmaak te gaan houden. Dat is toch zo, rakkers? Oh, dus je gaat grote schoonmaak houden? Harry, ik zeg net dat ik grote schoonmaak ga houden. Heb je poep in je oren? En als ik grote schoonmaak ga houden, dan zal ik eerst maar eens beginnen met jouw oren door te spuiten met een tuinslang. Ja. Gelukt is je dan zo vuil dat de muziek er niet even doorheen kan horen. Zo vuil is de lucht helemaal niet dat de muziek er niet meer heen. Weet je, jij moet eens leren spelen. Je moet gewoon weer naar les toe. Naar bijles. Ja, precies. Je moet gewoon weer goed leren spelen. Tididi! Precies. Zal er helemaal wat moois worden? Nou goed, ik zal er niet moeilijk over doen. Ik zal wel degene zijn die zijn vrije zondagavond opoffert. Om alles weer op te ruimen. Ome Willem, als u toch gaat schoonmaken, wilt u dan hier beginnen? Het is hier een ontzettende troep, hoor. Nee, hier bij mij is het hier. Veel viezer hier. Nee, bij mij. Nee, hier, bij mij eerst. Nee, nee, nee. Is het bij jullie allemaal zo vies? Ja. En weten jullie hoe dat komt? Omdat jullie alle drie een stelletje viezerikken zijn. Ja, maar dat komt omdat u maakt nooit schoon hier. Ik maak nooit schoon. Is het soms mijn schuld allemaal weer? Zeker uw schuld, ome Willem. Bo? Allemaal goed. Ik zal er niet meer over teut, Hannesen. Ik ga de zaak een beetje opruimen. Maar dan ga ik wel eerst even spulletjes halen om schoon te maken. Ja, wat is het? Wat zeg je nou, lieverd? Mijn opa en oma zijn er. Zijn je opa en oma er? Oh, wacht eens. Hé,
Dag opa. Dag oma. Nee, ik ga even wat spulletjes halen, hoor, om op te ruimen. Zo, ik ga spullen halen om op te ruimen. Toet, 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 toet. Kinderen, ze hoort het geloof ik niet, hè? Horen jullie wat? Nee. Ja, maar help eens eventjes meeroepen. Beetje harder dan de net. Daar gaat ie. Katrein! Katrein! Even luisteren. Ik hoor niks. Horen jullie wat? Hé, watjes in mijn oren. Even kijken. Nee hoor, er zit niks in. Nee. Hé, Katrein. Ik begrijp er niks van. Weet je wat ik ga doen? Dan ga ik maar lekker slapen. Welterusten, kinderen. Welterusten. Ja? Ja, ja, ik blijf wel trusten zeggen. Kom nou, als ik blijf wel trusten zeggen, dan val ik nooit in slaap. Zo. Oh, 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 oh. Oh, wat is die stofzuiger toch zware. Oh, 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 oh. Ik moet ook altijd alles alleen doen, hè. Oh, Jan Klaassen. Jan Klaassen. Zie je nou wel? Zie je nou wel? Altijd als ik hem zoek, is hij er niet. Oh, wat is het toch een luie kerel, hè? Hebben jullie Jan Klaassen gezien? Waar is... waar is hij dan? Jan Klaassen? Jan... Kinderen, roepen jullie eventjes mee, hè? Hij ligt natuurlijk... Ja. Ja, een beetje harder, hoor, want hij hoort het niet. Nou, ik denk dat hij weg is, hoor. Nou ja, dan ga ik maar beginnen. En ik moet het hele huis nog schoonmaken ook, hè. Help! Ik schrik me rot. Hé, hey, Katrein. Katrein, zet dat ding even af. Katrein! Jan Klaassen, je laat me schrikken. Nou, en jij laat mij schrikken met dat pokkerding. Ik lag net zo lekker te slapen. Ja, dat kan best zijn, Jan Klaassen, maar ik moet stofzuigen. Oh, jij moet altijd stofzuigen als ik wil slapen. Nee, Jan Klaassen, jij wil altijd slapen. Nou, omdat ik ook altijd slaap heb. Als je me nou eens meehielp, Jan Klaassen. Ja, zeg, ik ben daar een beetje gek, Katrein. Zal ik me daar even een beetje mee gaan helpen met schoonmaken? Dat is vrouwenwerk. Is het niet zo, kinderen? Ja. Ja. Helemaal niet. Helpt jullie vader nooit eens mee met schoonmaken, kinderen? Hé, maar dat zijn toch geen vaders, kinderen. Dat zijn papvaders. Dat zijn juist hele aardige vaders. Ja. Nou, zal ik jou dan eens wat vertellen, Katrein? Een echte vader, hè, maakt alles juist vuil en vies. Niet waar, kinderen? Oh, 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 en die kinderen heb je ook niks, hè? Dus je helpt niet mee, Jan Klaassen? Nou, nee, weet je wat ik ga doen, Katrein? Ik ga lekker slapen. Welterusten, Katrein, welterusten, kinderen. Oh, 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 wat is het toch een nare kerel, hè? Moet je nou toch eens kijken? En het hele huis moet toch schoon? Oh, had ik maar een stofzuiger die het allemaal zelf kon doen, hè? Dan kon ik ook even gaan slapen. Nou ja, vooruit. Hé, hey, zo kan ik toch niet slapen, Katrein. Katrein, hé, hey, zet die stofzuiger nou uit, Katrein. Hé, hey, Katrein. Oh. Hé, hey, Katrein. Zet die stofzuiger even. Stofzuiger. Help, het komt vanzelf naar me toe. Krijgen we nou? Katrein, trek het snoer even uit het stopcontact. Au, au, mijn neus. Au, hij zuigt mijn neus op. Au, 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 au.
Help, laat me los. Laat me los. Oh, help nou toch, Katrijn. Oh, 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 mijn hoofd. Oh, oh, heb je nou je zin, Jan Klaassen? Jan Klaassen, waar zit je nou? Jan! Jan! Hier zit ik, in de slang. Die lelijke stofzuiger, die heeft me opgezogen. Ja, maar waar zit je dan, Jan? Nou, hier, in de slang. Oh, nou, dat is dan mooi je eigen schuld, hoor, Jan Klaassen. Och, doe nou getraind, haal me er nou uit. Geen sprake van, Jan Klaassen. Wij gaan eerst samen gezellig het hele huis stofzuigen. Zo. Wat een stof, zeg. Eigen schuld, Jan Klaassen. Zo. Nu de trap zo, nog. Zo, 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 zo. Ik zeg altijd maar zo, ik heb maar liever als alles aan kant is. Wat zeg je, kinderen? Hè? Jan Klaassen is de stofzuiger gegaan. Wat leuk is. Zo, oma Willem. Eerst maar eens even met oma Willem. Wat, Harry? Zou u niet eerst even gaan stofzuigen? Ja, Harry, dat wou ik eigenlijk net doen, hoor. Ja, zo, de stofzuiger. Zo. Ha, oma Willem. Zo. Hé, hey, oma Willem. Au. Wat gaat u nou doen? Grote schoonmaak houden, jongen. Oh, hey, mag ik meehelpen? Nou, liever een andere keer, hoor, Aug. Oh, toen nou, oma Willem. Nou, kom op, Aug, ik moet toch eerst dat gezeur aan mijn kop. Ik wil eerst stofzuigen. Ik moet zuigen, ik moet vegen, want dat moet een keer gebeuren. Dus ik kan er nu niet tegen dat je aan mijn kop komt zeuren. Oma Willem! Onder de verwarming hier lag mijn klavertje van vier op te drogen. Dat is toch niet opgezogen? Ik moet zuigen, ik moet vegen, want dat moet een keer gebeuren. Dus ik kan er nou niet tegen dat je aan mijn kop komt zeuren. Oma Willem, maar ik is een puzzelstuk. Het is een stuk van Donald Duck, van zijn ogen. Dat is toch niet opgezogen? Ik moet zuigen, ik moet vegen, want dat moet een keer gebeuren. Dus ik kan er nou niet tegen dat je aan mijn kop komt zeuren. Oma Willem, ligt mijn knikker daar misschien? Waar je golfjes in kon zien, die bewogen. Is toch ook niet opgezogen? Ah, ik moet zuigen, ik moet vegen, want dat moet een keer gebeuren. Dus ik kan er nou niet tegen dat je aan mijn kop komt zeuren. Als ik nu op mijn gemak eens ging schudden met die zak, zou dat mogen? Of er niets is opgezogen? Ah. Nou, en ze... Zeg, August, wat doe je nou, jongen? Nou, ik wou even kijken wat erin zat, oma Willem. Ik wou even kijken wat erin zat. Stof natuurlijk, jongen, doe het erin! Oh, hé, maar mag ik stofzuigen? Ja, ja, dan zeker nog meer rommel maken. Doe dat ding erin. Oh, maar ik heb het vaker gedaan, nou, hoor. Dat kan wel zijn. Oh, nou, Willem, als hij het nou zo graag wil, laat hem nou. Nou, maar jij mag dan gaan stofzuigen, Aug. Maar dan wil ik straks geen geteut hebben van jullie ook niet, van het is hier niet goed gezogen. Hoi, is dat afgesproken? Hoi, hoi, is geen gezeur. Hoi, hoi. August, ga nou niet de hele tijd voor mijn voeten. Nee. Ga nou toch een keer weg, jongen. Ja, het is al goed, oma Willem, het is al goed. Nou, wat zal ik eens gaan doen? Oh, ik weet het, ik weet wat ik ga doen. Hé, hey, rakkers. Ik ga wat oude troep opruimen. Eens even kijken. Dat kan weg. Nou, dit kan ook wel weg, hè. Bij je mal. Alleen maar speelgoed van August, hoor. Zo, hupsakee, zo, zo, nou, dat kan allemaal wel. Zo, hupsakee, en dat kan allemaal wel weg. Hé,
Hij zegt, au, ga nou toch eens een beetje voor mijn voeten weg. Dat kan hoor. Ja, 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 ja. Maarten! Oh! Laat dat niet doen. Help me, Willem. Hé, help even. Wat is er nou allemaal weer? Nou ja, hier. Klein ongelukje. Ja, maar van kleine ongelukjes kunnen grote ongelukjes komen. Auch, kom hier met dat ding. Hupsakee. Wat jij gaat doen, Auch? Nou. Maak het allemaal wel alleen af. Ga jij nou maar buiten spelen. Hè? Oh, kom maar. Struikel nog niet. Dan gaan we dat ook anders nog weer. Oma Willem. Wat, Auch? Zal ik die zak dan meteen even buiten zetten? Zet jij die zak maar even buiten, Auch? Dat lijkt me een heel goed idee. Goed zo. Toch alleen maar oude spullen. Zo. Oh! Moet je nou kijken, dat is gemeen. Vinden jullie dat niet gemeen, kinderen? Oh! Oh! Wacht maar. Zo. Hey, ome Willem. Kan je niet verstaan, Auch? Ik vind u nou wel heel erg gemeen, hoor. Kan je niet verstaan, Auch? Ik ben aan het stofzuigen. Ik vind u heel gemeen. Kan je niet verstaan, Auch? Gemeen! Allemaal goed, allemaal goed. Ja, hoor. Ome Willem. Wat denkt u wel, zeg? Komt u erbij al mijn spulletjes zomaar weg te gooien? Weet je wat? Ik zal zijn spulletjes eens weggooien. Zo. Eens even kijken. Zo. Zo. Even kijken. Oh ja. Twee houtjes, daar doet hij toch nooit wat mee. Zo. Hupskee. Ah, rustig maar, rustig maar. En de krant. Kom toch elke dag. Zo, hopsakee. Hoi, sigaren. Nou, die liggen toch alleen maar te stinken. Zo, hup, weg ermee. Ja, kom nou. Wat zeg je me nou, rakkers? Hé, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens kijken of ik nog meer spullen van oma Willem vind. Rora Rille. Zit op je billen. Mijn krant, dacht hij weg te gooien. Mijn mooie drumstokjes die ik nog van mijn oma heb. En mijn mooie doos sigaren. Ah, August wou mijn spullen weggooien, hè? Ja. Nou, dan zal ik August wel eens te pakken. Ik doe gewoon zijn spullen er weer in, hoor. En als hij eraan komt, want ik moet al die spullen erin. Als hij eraan komt, dan roepen jullie wel even, hè? Zo. Die trommel was hij ook altijd zo blij mee. En hier slaapte hij altijd mee. Dat vond hij ook zo leuk. En oh, dat trompettertje met carnaval, dat vond hij altijd zo leuk. En dit is zijn lievelingspop. En zo hier. Oh, en deze had hij nog van opa. Zo. En dit, zo. Dan kan het allemaal weg. Ja, je kan het niet allemaal zo hier. Zo. Nou. Zo, nou, ik dacht dat het allemaal wel weer zo'n beetje aan kant was, hè? Hé! Hey. Hallo, hoi, Rakkers. Ga jij eens even moeven, kleine knul. Ik moet even wat met August regelen. Zeg, August. En weet je wat ik moet regelen, Rakker? Moet je opletten. Zeg, August, jij zou toch die vuilniszak buiten zetten, Aug? Oh, die zak. Ja, die zak. Oh ja, dat is ook zo, ja, dat is ook zo. Ja. Ome Willem. Ja? Die heb ik helemaal vergeten. Dat kan gebeuren, Auch, maar het is misschien toch het beste als je hem maar wel even naar buiten brengt, want straks is het te vuil of maal geweest en dan blijven wij met die rommel zitten, ja, Auch. Ja, die rommel, die moet je zomaar opruimen, hè. Dat is het allerbeste, hè, ome Willem. Weet je wat het is, Auch? Je kan niet al die spullen blijven bewaren. Nee, waar is dat nou voor nodig om al die spullen te bewaren? Nee. Dus jij vindt het echt het beste dat we alles wat in die zak zit maar weggooien? Ja, hoor, meteen opruimen. Nou, je bent heel verstandig, hoor, Auch. Ome Willem. Naar buiten, hè? Ik doe het meteen. Oké, hoor, Auch. Hé, en ome Willem. Ja, ome Willem.
Hè? Die zak, die zie je nooit meer terug, hoor. Die zak, die zie je nooit meer terug. Tot straks, oog. Joe. Hey, zeg, Rakkers. Hebben jullie hem door? Hij gaat de zak weggooien met zijn eigen spullen. Ja, ho, ho. Ik moet nou weer even naar mijn keukentje. Ja, huisvrouw is ook nooit klaar. Ah. Oh, dat heb ik gehoord. Oh, wat vind ik dat gemeen, zeg. Zo, dit zijn mijn spulletjes. Wacht eens even. Even kijken. Ome Willem mijn spulletjes weggooien? Ha, mij niet gezien. Zal zijn spulletjes nou weggooien? Zo, hier. Zo. Zitten. Spulletjes zitten erin en dan gaan de spulletjes van ome Willem naar buiten. Ja, ja, kijk al uit. En wat is er hier nou allemaal weer aan de hand? Hé, dat krijgen we. Oh. Er stond hier nog een zak met spullen. Nou, dan breng ik die even naar buiten. Gaan jullie even lekker voor jezelf spelen. Rira Ros, laat mijn truitje los. Ja, la, ja, la, la. Hé! Hey. Oh, waar is die zak gebleven, jongens? Oh! Hey, zeg, Rakkers, zal ik jullie zeggen? Er stond nog een zak buiten. Ik begrijp er... Move. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Er stond net buiten... Ik weet het. Hoe zit het dan? Heeft Aug mijn spulletjes van de drums, heeft hij dat naar buiten gebracht? Ja! Rakkers, dan ga ik meteen buiten kijken of die zak met mijn spullen er nog is. Want als ik die niet meer vind, dan... Au! Kan je uitkijken, Aug? Kan u niet uitkijken, ome Willem? Oh, kom hier, wat heb jij allemaal met die zakken gedaan? Oh, wat heb u met mijn zak gedaan? Wat met mijn zak gedaan? Ja, toen mag het mij maar weer de schuld. Nou, hey, wacht even. Dat is mijn zak. Dat hier is zo. Mijn zak. Oh, nee, helemaal niet. Dat is mijn zak. Wat? Hoe kan dat nou? Oh, maar wacht eens even. Dan is de zak met mijn heerlijke spulletjes is toch nog buiten. Ik moet meteen buiten die spullen gaan halen. Hé, ome Willem. Nou. Dat hoeft niet meer, hoor. De vuilnisman is al geweest. Zie je nooit meer terug. Ja. De vuilnisman is al geweest. En ik zie mijn spullen nooit meer terug. Wat zat erin, Aug? Nou, wat zat erin? De krant. Die had ik nog niet gelezen, August. Oh. En een paar oude sigaren, ome Willem. Dat waren nieuwe sigaren, dan zul jij voor boeten, jongetje. Oh. En wat nog meer? En die stokken. Jullie mogen niet klikken. Zaten mijn stokken erin? Ja. Wie gooit er nou mijn drumstokken weg, Aug? Ome Willem, u moet weten, ik was erg boos, hoor. August, als ik boos ben, dan gooi ik toch jouw spullen niet weg. Ik zal nooit jouw spullen weggooien, nooit. En wat hebt u dan nou gedaan, hè? U hebt mijn spulletjes weggegooid en u was nog niet eens boos. Jullie kunnen het beter gewoon weer gaan schoonmaken. Dan gaan we nou alles maar een beetje opruimen met elkaar. Ja. Zand erover, we zijn de spullen kwijt. Lieve Rakkers, maar voordat we gaan opruimen... zingen wij nog even dat liedje van die vuistjes. Lief meisje, hoe ging dat liedje van die vuistjes ook alweer? Hoe ging dat ook alweer? Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Dan krijgen wij eerst nu de geitenbreiers uit het orkest. Zo hebben we daar de hoofdgeitenbreier Harry Panning. En dan hebben we de papjesgeitenbreier Frankie Nonoya. En dan hebben we daar de grote grijze geitenbreier Harry Motor. En dan hebben we hier... Piekedassen, Edwin Rutten, de film van ome Willem. Oh kind, wat een mooie tekening.
ding heb je gemaakt. Ja, hou hem eens op. Ja, ietsje zo. Hij is mooi, zeg. Joepie, da! Joepie! Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven.